Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pocket Monster Legend Arceus met Sander van Gaming SB. Ja, nou, of ik echt Sander ben, dat weet je niet, hè? Dat ga ik even tegen mijn advocaat zeggen. Voor de mensen, we hadden het over een advocaat en daarom had ik deze foto er dus ingeplakt. Ik denk, Milan snapt die referentie, hopelijk. En anders, dan is hij zo'n loser, boy. Is het Phoenix Wright? Nee. Ah, wel close. Het is een andere advocaat. Of nou ja. 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 Let's go back. Fuck in business. Volo. Ik haat Volo, hè. Intens. Hoezo haat jij Volo nou weer intens? Wat heeft Volo nou gedaan? Ik heb een clipje ervan. Oh, dat ik liever Minecraft wil spelen. Dat is wel een fijn clipje is dat, ja. Nou. Weet ik niet, maar... Weet je wat fijn is? Nog niet. Opnemen met mijn boy Milan Hing. Ja, dat is wel fijn, ja. Ook met mijn boy Sandring. Ring. Ja. Dat is wel ziek. Yo, zie ik zo'n... Abra op de echte ground? Op de echte... Wat? Op de echte ground? Terwijl hij staat eigenlijk helemaal niet op de grond. Wel op de echte. Wel op de echte. Dus jij gaat de Guardians vangen vandaag? Nou, ik weet niet. Ik heb er al één verloren. Oké, je gaat de... Ja, die ene hoeft ik... Ja, of je hoeft ze dan niet te vangen. Maar ik dacht dat het juist wel moest. Misschien dus... dat je alleen maar de challenges moet doen. Die waren het kutst, dus in dat opzicht. Nee, die ene die ik in Obsidian moest... Die kon ik helemaal niet vangen. Dus ik weet ook niet hoe dat zit. Maar Mesprit is normaal ook een roamer. Misschien is dat in deze game ook wel. Ik weet het niet meer eigenlijk. Ik kan me dat dus helemaal niet herinneren dat hij dat was, als hij dat is. Ja, ik weet het ook niet zo heel goed. Wow, ik deed zo gapie, hoorde je dat? Jij bent moe. Dat is een moeie, ja dat klopt wel. Ik moest wel een paar keer... twee keer achter elkaar een korte nacht gehad, omdat ik opeens heel vroeg op mijn werk moest zijn, omdat ze met elektriciteit bezig gingen. Ja. Gebeuring. What the fuck is hier? Kun je dit breken? Ga je ding kapot maken? Nou, het ziet eruit alsof je het kan breken. Weet je wat je dan doet? Je maakt het kapot. Kapot, ding. Oh. Sander, ik ga toch een hele grote bijzettafel vechten. What the freak? We hebben een sneezer, we hebben een ruikman. Ruikman? Nee! Jawel. Ruikman, Ursaluna. Nou, volgens mij kun je die helemaal niet kapot maken, joh. Het ziet er zo kapot maakbaar uit. Ik heb haar. Nou. Wat? Nou. Ja, weet ik niet. Dat is echt niet leuk, hè. Ik zei gewoon nu, alleen dan net iets anders. Dan in het Engels. Dat is nu een. Ja, oké, simplified Engels, moet ik zeggen. Nou, ik wil al zeggen. Ja, Sander, weet je waar ik naartoe ga? Ik werd door mijn nichtje werd ik vannacht geappt. Die woont namelijk nu op dit moment eventjes in Amerika. Voor de studie. Ja. En die zei van, yo, ga je mee in juni naar een concert van Sabrina Carpenter? Die van, ja hoor, is goed. Nice, ain't on the cake. Ik heb, een van de weinig positieve dingen heb ik laatst twee tickets gekocht voor Against Current. Dat is mijn favoriete band, voor de mensen die dat niet weten. Dus ik ga daar in november naartoe in Amsterdam. Amsterdamming. Nice. Dus ja, en ik ga aan het eind van deze maand naar mijn eerste concert ooit. Oh? Welke? Panic at the Disco. Oh ja, dat heb je wel eens verteld volgens mij. Dat had ik wel kunnen weten. Je zei dat en toen dacht ik, oh. Ja. Oh. Hè, sinds wanneer? Ik dacht dat dit een uitbreiding mon was, zeg maar. Dat hij niet in de original game zat. In de original 151?
Zat die altijd, die Zoroark, zat die er altijd al in? Ja. Ik dacht dat het zo'n uitbreiding was. Deze, heeft deze game uitbreiding? Nee, toch? Ik ben helemaal in de war. Oh, je bedoelt de Galarian, of Galarian, Hisuian Zoroark. Hisuian, nee, ja. Die zat gewoon meteen standaard ding in de game. Ik weet ook niet waar ik dan zit te lullen. Dan heb ik niks gezegd. You do being lulling, Xanarang. Sorry. Oeh, one hit KO'tje, joh. Domme ja, die Giratina one hit kill. Nee, niet Giratina, Zoroark. Heb je al enig idee hoe je Giratina gaat doen? Nee, want ik ben underleveled. Misschien kan je candies gaan kopen van al je geld om zo hoger level te maken. Ik weet niet of ik een candy heb. Nee, of je candies kunt kopen, bedoel ik. Ja. In zo'n klein wagentje voor het grote gemeentehuis, zeg maar. Oh, oké. Come, I will test your knowledge. Is dit die... Oh, come is you know, Magneton Duskops. How many... Are there eyes? Can you repeat that? Oké, Combi. Heeft hij er 6? Volgens mij heeft hij er 6. Zubat? Geen. Younon? 1. Magneton? Waar gaat het over? Heeft Magneton 3 of heeft hij er gewoon 1? Nee, 3. Ik weet niet waar het over gaat. Help, Sandring. Waar gaat het ja, over? Ja, sorry. Ik ben even heel... Ik weet... ik moet... Doorgeven, hoeveel ogen? Ik denk 11. Magneton heeft de 3. Ja, dat zie je wel. I'm ready to answer. Het is sowieso 11. Of ik kan niet tellen. Combi heeft 6. Wie? Combi. Oh, wacht. Je moet het... Oh, zo. 6? Kut, dan heb je... Had je Zubat? Dan you know. Dan kwam... Magneton en dan weer Dusclops. Ik dacht al, hoezo kun je tot 5 nummers invullen, maar ik snap het. Ik snap het. Heb ik hem goed? Volgens mij heb ik hem goed. Ja hoor, ik krijg gewoon een schijnend ding in mijn klauwtjes. Hunt het Vips begint bijna. Ja, weet je wat ik trouwens gehoord had over Hunted? Dat jullie niet eens zijn toegelaten. Nee, ik was echt woest, ik ga het nooit meer kijken. Jawel. Jawel, dat wel maar. Je doet liegen. Oké, ik ga het wel kijken, maar ik ga het als jullie kijken wel stoppen met boycotten dan. Maar hoe vet is het als je kan zeggen, hé, die ken ik. Ik weet niet of je ja, thuis dat had ik ook vet kijkt. Gevonden, maar, hun, dat staat dat niet toe. Nou, volgend seizoen proberen we het gewoon nog een keer. Ja, dat is waar. Maar het duurt nog zo lang. Dat klopt. Oh, die Avaluk heeft eens zo'n aanval dat hij zo die ijsdingen schiet vanuit de lucht als een soort kometen. Ja. Die is echt pittig kut. Die aanvalling. Ja. Continue battling. Continue the battling. Jij loopt ziek hard in volgens mij hoor, nu. Nou, volgens mij was jij ook bij de eerste aflevering van de vorige sessie was jij... ook bij deze battle. Dus jij loopt een hele sessie. Dus 5 afleveringen loop je voor. Nee, want de vorige aflevering... Ik heb nog even teruggekeken. Want ik denk, hey, ik wil even kijken. Zo'n geniale titel. Dus ik had even een klein stukje gekeken. En toen dacht ik... Toen zag ik... Ik was bezig met die Gengar-ing. Of Hunter. Gastly. Ik heb iedereen gehad. Maar ik bedoelde Gastly. Nice. Daar was ik mee bezig, dus. Ik was niet helemaal daar. Ja. Hoe ontwijk je dit? Holy shit. De F is voor fuck mijn leven. Hé, hey, ik fuck mijn leven ook heel graag. Maakt ons gelukkig, gelukkig en blij. Ik kan hem kopen. Ik heb zo'n even leuk verslaging. Wow. Ja, ik ga verliezen. Nee. V voor verslaging. Maar moet je level 6 zijn voor om verder te mogen? Of niet? Nee, volgens mij niet. Volgens mij ben ik ook niet.
Oh, ik ben voor de Golden Security. Oh, dit is de kut. Dit. Oké, nu ga ik even haten. Haat jij eens. Wat een kut game. Hé, hey, dat is mijn tekst. Ja, maar nu komt de trial der doods. Ik haat mijn leven doods. Ik zou eigenlijk vanavond dus D&D spelen, maar het ging niet door. Hoezo niet? Omdat Justin opeens niet koning. Een overquillfish. Een overquillfish? Dikke apps heeft die gast. What are you doing? Wat is overquillfish? Voor Poison Bark? Ja, daar heb ik niks tegen. Ik weet het niet zeker hoor. Maar hij is wel poison, dat weet ik wel zeker. Wacht, dan heb ik er wel wat tegen. Steel. Nee. Oh. Psychic. Oh nee, als hij dark ook is. Freaking fricker? Fricker de TikTok. En is voor niet wat? Overleven. Ja. Double the edge. Double the edge. Nou, tot zover mijn psychic mood. Nee, psychic heeft inderdaad no affecting. Oh, ik ga deze zo hard verliezen. Dat kan gebeuren zonder rustig blijven. En dat is nog niet eens een trial. Dat is dood. Air slashing. Oké. Hey, misschien als ik strong style doe. Misschien. Nee, oké, frick. Hij doet double edge, dat is recoil. Ja, als hij nog een keer double edge doet. Oh, ik ben. Heel ziek. Ik ga winning, inderdaad. Overquill, more like over. Kill, ja. De slechtste grap die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Dat accepteren wij niet. Nee, dat accepteren we niet, nee. Dat is een leugen. Acceptance is ook een leugen. Oké. Mr. A zelf. En nu komt. Ik haat dit zo erg, hè. Show a yielding will and strike me if you can. Moet je dan gewoon niks doen of moet je. Het wel proberen en dan. Dit is waarom ik deze haat. Ik weet niet. Dat weet ik niet meer, man. Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik vraag allemaal moeilijke vragen die ik niet ga bevragen. Moest je niks doen of moest je gewoon net zo lang tot het lukt? Nou kan je net als Dora zeggen: het lukte! Yay! Yeah, we did it! Het lukte! Over de bergen en door het land, ja, het lukt het. Ja. En dat komt uit. I'm not true yet. I'm done. Ik ben wel done with this, maar ik zeg het van niet voor Azel. Want misschien dat hij dan denkt van, yo, je bent zo'n cool guy. Ja, zou hij dat denken? Beter denkt hij dat, anders dan haat ik hem. Nou, dat is een boze woordje dan. Dan ga ik die Mothman bellen. Ja, dat dacht ik wel weer. Dat doe ik wel vaker, maar dan gaat het echt gebeuren. Nou, je bent natuurlijk ook best wel vaak boos. Ja. Boos is jouw tweede naam. Nee, toevallig niet. Gaming Boos SB. Nee, dat is het niet. Deze Azelf is een lul. Na 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 na. Give up, you struggle in vain. Nee. I won't give up on us. Cause na 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 na. Oh, was dat hem? Ik dacht dat je hier ook Avalux kon vangen. Alleen ik zie alleen maar Bergmites. Nee.
mij kun je geen Evolux vangen. Jawel. Ja, misschien als ze een alpha spant, zeg maar. Dat ze dan zich gewoon van, Evolukings. Nu ben ik zo'n boven. Dan moet je een beetje gelukking hebben. Ja, zo'n Evolukking. Zo'n jurre moet je hebben. Ja. Snap je? Je had wel geluk dat hij net niet eruit ging. Ik? Zo. Nee. Jurre had geluk dat hij er niet uit ging. Ja. Ik was wel blij dat hij niet uitging. Nu ik alleen... Ik was super blij dat hij niet eruit ging, ja. Nu alleen Ranomi nog. Nee, grapje. Ja, oh, ik heb helemaal niks tegen Ranomi. Ik vind Sawyer een beetje vervelend. Sawyer had sowieso een rood scherm. Sorry, en, hoe heet het? Dingetje is het niet. Dingetje is sowieso ook kandidaat. Daniel, zie mijn video. Waarschijnlijk heeft heel Nederland hem al gezien at this moment. Maar nee, hij gaat wel lekker. Nee, maar dus het moet wel naar Biel, moet wel de mol zijn dan. Of Anker. Ja, die heb ik ook nog niet afgeschreven. Dat zijn mijn rest wel eens. Anker is wel mijn hoofdmol, maar Nabil is mijn tweede mol. Mijn numero dos. Ja, numero dos. MS dos? Nee, dat niet. Oh. Wat is dit nou voor rood bolletje bol? Dat dit is zo'n ketting. Zo'n red chain. Weet je wat Joe zou zeggen? Unchain my heart. Unchain my heart. Ja. Because you don't love me no more, is het volgens mij. Dat zou best kunnen. Cunning. Ja, ja, cunning action. Dat is Engels alleen woord. Dat is sowieso Engels, never mind. Yo, Jubilife City? We going back? En mijn kat wil eruit. What the frick? Hoezo gaat deze kat midden in de cutscene, hè? In de cutscene van deze prachtige game. Waar ik zo door op ben. Altijd zo'n aandacht zoeken. Altijd in de aflevering, ring wil die wat. Ja. Ik zat een stukje van de stream laatst te editen. Zondag. Mm-hmm. En toen zat hij dus vol in beeld. Paul in beeld. Dat was wel grappig. Toen zei Nando dat hij op een bolletje bol leek. Ja, maar dat is hij ook. Nou, dat weet ik. Ik heb zo'n klein bolletje bol. Die ligt hier zo te slapen zo. Zo'n Hamtaro. Zo'n Hamtaro, ja. Dat was wel ziek. Nou, let's go. Doe een bieten? Zat mijn camera een beetje net iets te hoog. Thanks to you, Captain. Oh, ik zag dat jij weer van die meme-pies aan het maken was van de aflevering 14 van de Kaizo. Ja, heb je die van de aflevering 13 überhaupt wel gezien, joh? Ik weet het eigenlijk niet. Wanneer heb je die gemaakt? Weet ik het zondag? Ja. Oeh, dan heb ik die waarschijnlijk niet gezien. Zondag had ik voor het eerst tijd in mijn leven namelijk. Voor het eerst in je hele leven had je tijd. Ja. Today? Huh? Oh nee. Intro. Jordi is hier door GTA, roleplay, referentie erin te gooien. Ja. Dat was zaterdag. Shit. Zaterdag. Bijna zondag. Dat telt gewoon, Die dag was er ook zon. Ja, precies. Nee. Precies. Hein? Zaterdag was ik ook al klaar met. Oké. Okay. De lucht heeft allemaal rare kleurrings. Zie, jij bent daar al. Ik heb echt net dat hele gedoe gedaan, hè? Ja, yo, maar Lucario. Je hebt ook al twee van die Guardians gedaan. Guardians. Nee, drie maar. Oh, alle drie al. Wajo, je gaat gewoon naar Volo om te verslaan. I'm Ray. Who are you? Nee, maar even serieus. Hoe ver ben je nu ongeveer in het verhaal? Weet je dat? Ja, ik heb... ik ben nu, for some reason, ben ik bij... terug in Jubilife. Ja.
Dus ik weet nu niet wat ik moet doen. Dan moet ik even checken. Maar, is dit dat kleine marktje? Any candy? Holy damn, je kunt echt candies kopen, joh, gek. Mm-hmm. Oh, niet zoveel, zie ik al wel weer. 2 en dan ben ik blut. Blutting. Oh, ik heb ook nuggets die ik kan verkopen. Oké. Okay. Iets minder blutting. Stardust kan ik ook verkopen. Star Piece kan ik ook verkopen. Kijk eens eventjes, joh. Dan kan ik 3 XL candies kopen. Dat is wel spannend. Moet je even goed kijken wie je voor Giratina het beste kan gebruiken. 18. Oh ja, 2. Heb je Palkia en Dialga al voordat je die Giratina moet doen? Ja. Oh ja. Dat moet je ook nog doen, dus. Ja. Hashtag kutleving. Ja, zeer kutleving. Why don't you... Wat? Waarom kan ik tegen deze guy praten? Omdat jij een mond hebt. Oh. Ik wil het ook eigenlijk helemaal niet. Waarom deed ik dit? Oh. Deze guy, echt. What the fuck. Misschien heb ik dat ook nog ook. Ik weet niet waarom ik dat nu zou doen, want het kost me alleen maar tijd en boeien. Oh, ik dacht dat je hier ook ergens op kist had staan. En dan moet je dus... Oké, ik ben nu alweer klaar met dit, met die quest. Ik ga hem niet doen. Oh, wacht. Hier is een kist. Dat is wel echt tering ver trouwens. Heb ik alles? Om die quest te voltooien. Misschien kan ik dan nog meer candy... Nee. Oké. Doei. Moet nu niet doodgaan natuurlijk. Ik had ze in mijn kist moeten doen. Nee. Maar ik weet het niet. Wat? Je hebt niet geluisterd naar Buurman Mol. Nee, ik ben niet geluisterd naar Buurman Mol. Waarom staat er een 5-jarig meisje naar me te kijken? Dat vind ik creepy. Dat doen 5-jarige meisjes. Alhoewel andersom zou creepier zijn. Ja, denk ik ook, ja. Dus in dat opzicht. Minder ik drukte op X. Ja, nee, dat werkt niet. Je moet tip spam A in plaats van X. Ja, maar je ik weet, X is wel van die I. En dat is wel een ding. Maar, nee. X en I is zeker een ding. X en I is wel een ding. Hallootje zit erin. Zeker. Snap je dat ruimt? Dus je dat ding ook een Engels neemwoord is. Waarom gaat hij nou automatisch teleporten? Dat wil ik helemaal niet. Sorry, wat zei je? Ik zeg, nee, dat wist ik niet dat wij van ding. En daarom is ik lachen. Oh. En dat terwijl je wel zo'n slimpy guying bent. Ik ben zeker een slimpy guying. Zo'n smarty pants. Okay. Volgens mij heb ik echt deze aflevering... Mijn facecam is echt de raarste ding dat je kunt zien. Dat klopt, maar wat is er nu anders dan? Nou, ja, ik weet niet. Gewoon, ik doe rare shit of zo vandaag. Ik weet niet wat ik heb. Rare poepjes. Ik ben gewoon blij om weer met jou op te nemen en dan ben ik helemaal lijp. Ik snap het wel, Eng. Ik snap het ook wel, Eng. Wellington? Beef Wellington. Head to Corona Mountain? Nee, dat stond er niet. Mount Cornet stond er. Ik wou het zeggen, het is geen Mario Sunshine. Was het Mario Sunshine? Ja, inderdaad. Ik ben nu ook expres aan het haten, gewoon om, voor de lolling. Zo kut vind ik deze game niet, maar ik weet niet. Niet nu of zo. Nee. Oké. Wat ik ook nog kan doen is Pokémon releasen natuurlijk. Releasen? Krijg je daar monies van? Nee. Oh, maar wel iets anders. Wat dan? Magische poeder? Nou, eigenlijk wel ja. Wat voor poeder krijg je dan? I want to see my Pokémon. Krijg je dan niet van die Grip Rubber Dust? Oh, dat zou best kunnen. Yo, Goodra Steel, die wil ik. Better way than Goodra. Shiny. Zou ik gewoon alles deleten? Ik weet niet, heb ik ook ergens een passje met een daadwerkelijk team? Ja, oké. Waarom zit er ook een Bidoof in? Bidoof.
Kun je hier niet wel ook meerdere Pokémon releasen? Ja, dat is heel ziek. Ja, volgens mij Welling. Wellington. Oké, okay. Release deze mag ik niet. Ik zou wel zometeen graag de aflevering beëindigen als ik uit deze cutscene ben. Hoe deed je nou meerdere? Je kon meerdere. Staat vast ergens onderin welke knopjes wat betekent. Je kon op een manier kon je hier meerdere. Ik weet het zeker. Plus all pastures, nee. Min search, nee. X, I, Z. Zie, dan krijg je wel van die dust. Ah, dit gaat echt fucking veel. Alleen, dit gaat echt fucking veel tijd kosten als ik het allemaal moet releasen. Ik wil mass releasen. Kan dat echt? Er staat me echt iets. En ik zie ook zo'n vinkje. Dus dat vind ik gek. Je Do you wish to release? Yes. Kan ik nu iets van? Nee. Maar deze cutscene duurt zo fucking lang. Hey, Volvo. Hou je bek dicht. Ik heb trouwens nog wel een... Speaking with Marriott, or with the Galaxy Member. Ja, dat weet ik. Maar ik wil mass release. You can mass release your Pokémon by speaking with Mary. You can. Or with the Galaxy team member presenting at your camp. Ja, maar hoe... Dat is niet mass release, dat is gewoon releasen. We kunnen ook mass releasen, de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We zien graag de volgende keer weer. Adios, amigos.